het programma bekeken, heb ik jullie aan de jaartallen van de componist gezien, dat het allemaal ongeveer naar dezelfde periode is. Zeg maar, na de val van Napoleon, toen Napoleon verslagen werd, en tussen de Russische revolutie en in die periode moet je al die componisten langs zitten. En straks gaan we Klinka spelen, en dat is de vader van de Russische muziek. En dit is Mussorgsky, ook een man die zich baseerde op de Russische nationale volksmuziek.